Hier zit 1,5% in. Dat is 1,5% in. De rest is allemaal lood. We gaan dit straks gieten op ongeveer 345 graden. Dus het gaat er warm aan toe vandaag. Ja. Met op zand gieten, ja, dat is natuurlijk een hele historische wijze. Ik noemde net al Meul, 1550. Dat gaat gewoon op zand. Kijk, een orgel uit 1950 zullen bij nieuw pijpwerk, dat zullen wij dat op de linnentafel doen. Ook vanwege de eigenschappen, maar ook conscientieus met het orgel bezig te zijn. Restaureren wij een orgel van Café de Kool, ja, dat zal daar, dan krijg je meer 12%, 30% in. Dat wordt ook allemaal harder en dat geeft andere klanken. Wat we wel zien is, in de oudheid, 1500 zoveel, is eigenlijk allemaal laag percentage wat we tegenkomen. Allemaal bijna lood. Ja, dat vouw je zo op om. Dat is boterzacht, hè? Zo zacht als lood. In oude pijpen kan je het ook zien. Als er bijvoorbeeld op linnen is gegoten of op zand, dan zie je die zandstructuur. 55. Kijk, dat ziet lekker op. Komt-ie. Het is wel heel bijzonder, allemaal heel leuk, maar het maakt het ook allemaal wat zwaarder. De temperaturen liggen hoger, het werkt allemaal wat minder makkelijk. Zo'n plaat, ja, dat moet dus geschaafd worden. Ja, dat heeft veel meer nabewerking. Hoger percentage kun je toch wat dunner mee. Op doek kunnen we veel dunner gieten. Als we reconstrueren, dan doen we dat natuurlijk wel in stijl. Je kan ook zeggen van, nou, we laten het een ander doen. En dan verlies je toch een beetje affiniteit met je orgel wat je aan het bouwen bent. Maar wij kunnen zelf bepalen van, wij willen een pijp hebben van 6% in. Wij kunnen ook zeggen, maar dat vinden wij niet, we willen een plaat van 6,5% in hebben. Kunnen we dat ook doen. Wij kunnen gewoon echt alles aanpassen zoals we dat willen. Wij vinden gewoon, als je orgelmakerij bent, dan moet je dat doen. Dat is je werk. Het is toch een wezenlijk deel, die orgelpijpen in het orgel. 1-1. Ja, aan het begin meet ik 1-2, 1-1 en aan het eind 1-0, 1-1. Het is 2020. Ik heb een ambachtsberoep. Hoe is het mogelijk? Dat had ik nog nooit kunnen bedenken, dat ik dat nog zou kunnen meemaken. Het heeft zijn weerzijde, ik bedoel, gezond werken. Lichamelijk is het allemaal wat zwaarder, maar ja. Het is een mooi vak om een dooddoener te gebruiken. Het is wel een mooi vak, maar het is wel hard werken. Ja.